Jongere mensen, super dood jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal, GamesZone. En in deze video gaan we een keer wat anders doen. Ik had vandaag geen zin om eigenlijk echt Fortnite gameplay te grinden en daar weer een video over te maken. Dus, ik dacht, we gaan een keer iets anders doen. En zoals je ziet mijn PC-beeld natuurlijk hier, voilà, heel mooi. En we zijn natuurlijk op een YouTube-video beland van mij. En jullie zien het ook aan de titel van de video, mijn eerste win Fortnite Battle Royale, hashtag 1. Toen deed ik nog met hashtags van, ik dacht van, hè, dit gaat een serie worden, dus... Want Fortnite was toen nog niet zo populair, het was echt legit de eerste week of zo uit of zoiets. En het was nog niet zo groot als het op dit moment is, het is nu echt geëxplodeerd. En ja, ik dacht van, fuck it, dit is een leuke serie, want daarvoor, ik weet niet of jullie het kennen, maar PlayerUnknown's Battleground en H1Z1 waren toen de Battle Royale game modes, of games die heel groot waren. En ik was daar een beetje klaar mee en ik dacht van, oh, toen kwam deze game uit, dus laten we hier dan een serie over gaan maken. Want toen deed PlayerUnknown's en H1Z1. En nu gingen we toen Fortnite Battle Royale doen. Ik kreeg namelijk hier heel veel berichtjes, zoals je hier ziet, van deze video. Van, yo, dat mensen nog steeds deze video kijken. En ik zie ook dat die 82.000 keer holy shit, ouwe, dat is ziek veel. En holy shit, dus ik dacht van fuck it, we gaan gewoon een keer reageren op een video van mij. Dus, en dit is mijn eerste. Oké, let's go, we gaan kijken. Oh my god. En dit was ook, gozer, ik was 8 HP, ouwe. Oké. Okay. Kill was echt extreem nice. En 8 HP hebben wij, we hebben een sniper, jongens. Hey. I love de oude intro's, jongens, maar echt dood. Jongen, mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Toen had ik nog die saaie witte muur. Nu heb ik het een beetje opgepimpt met natuurlijk hier wat op de background en wat posters. Maar het is nog steeds niet helemaal compleet wat ik wil. Maar toen was het echt één wit. En in deze video, zoals je ziet, kijk ook hoe blurry gewoon. Natuurlijk, holy shit. Het is Fortnite Battle Royale. Je ziet gewoon de hele map gewoon legit niet vanuit de bus. Het is een serie. Ik ga in plaats van PUBG ga ik deze game. Ja, dat is wat ik legit zei. Nou, laten we hem even doorspoelen. Wat de hel? Nou, dit plekje is trouwens nog steeds in de game, dat is wel sick. Gewoon die containers allemaal. Geen idee waarom ik hier land trouwens. Oké. We hebben niet alleen ammo, dat vind ik niet goed. We moeten wel wapen. Echt die skins, ouwe. Echt, deze skins zie je nooit meer, hè? Oh, ik word beschoten. Oh, maar ik had geen wapen, wel. Oh, laat hier een wapen zitten. Dus dan kan je achter mij. Oké, weet je wat zeg maar het was? Fortnite, toen het echt net was en iedereen nog echt ruk was in de game. Toen ging het meer om het overleven dan om de kills, in ieder geval bij mij. En ik merk gewoon dat, je hebt zeg maar altijd wel een soort van gevoel en een sfeertje als je een game speelt. In het begin van Fortnite, het was echt heel anders dan hoe het nu speelt. Nu denk je van, oh, je zit er lekker in, weet je, wat je moet doen. Je schiet en je maakt ook soms gewoon echt goede games. Nou, toen was het gewoon, je had 2 kills en je ging al uit je plaat. Daarom, deze game had ik ook iets van, wat was het, 11, 10, zoiets, zoveel kills gehaald. Nou... insane, voor echt het begin Fortnite, oké? Dat is echt sick. We hebben een wapen nodig. Oh my god, dit had ik ook niet verwacht, dat we alleen maar ammo zien te vinden. Wat voor wapen ga ik packen dan? Oh, burst. Burst zit er al heel lang in. Zit er nog steeds in. We kunnen er niet van terugschieten, anders... Oeh, daar is... Wat de hel? Kijk hier, let op de struggle en bouwen. Oh mijn god. Je kon bij mij ook niet door dingen heen bouwen, dus dat was ook nog echt de struggle. Je moet ook bouwen en dingen slopen. Ik hak die blauwe ballen niet eens. Dus op zich, de kindvriendelijke PUBG. De kindvriendelijke PUBG. Ja, nog steeds hier. Toen wist ik legit niet dat je die ballen moest raken om meer damage te doen. Kijk hier, je moest dus automatisch of zelf switchen. Nee, dit is toch al moeilijk, jongen. Het is zo cringy om te zien hoe ik nu speel en hoe ik toen speelde. What the fuck? Oh, het is wel echt hilarisch, gast. Ik wil even kijken hoe mijn eerste kill eruit ziet. Want er was iemand geland hier, dat weet ik. Maar... waar ben jij, vriend? Trouwens, deze skin, ik zeg je eerlijk, hij ziet er best wel dope uit. Het ziet er wel... Maybe komt hij ooit terug, wie weet. Bench is nice, ammo ook weer. Oké, er zit hier een guy ook. Oh my god, ik heb nul bouwmateriaal en ik wil iemand gaan pushen. Hoe? Ik durf dat nu niet eens, man. Terug kunnen bouwen. Oh, ik sloeg nu wel aan. Ik sloeg even dit. Eén ijzer per ding. Er moet in zitten. Oké, we hebben nu genoeg voor een plateau. Oké, wacht. Kijk, je kon... Oh, daar loopt iemand. Wat ga ik doen? Oh my god, die aim. Oh, toen kreeg je trouwens nog hitmarkers. Toen zag je ook echt dat kruisje in je beeld. Oh, ik val. Oh mijn... Echt, ik ben... Dit is zo erg. Er zijn legit nog steeds mensen die op deze manier spelen. Dat is altijd wel geil. Gewoon de mensen die echt nieuw zijn. Wat ga ik doen? Oh, hij staat... Dit wapen zit er trouwens niet meer in, hè? Dus die andere SMG, die is eruit gehaald. Hallo. Kijk hoe... Iedereen rent voor elkaar weg trouwens. Er was echt niemand die durfde te pushen. Die kerel rent gewoon weg. Waarschijnlijk heeft hij een shotgun en ik zit hier met een burst. Zullen we gaan rushen? Hij heeft nu veel betere spot, maar boeien. Wat oh mijn god, oh mijn god. Oh, die fuck. Ik reload ook gewoon nu al. Nee, we hebben hem. Easy peasy lemon squeezy.
Want de paarse SMG, rip de paarse SMG. Hij is helaas weg. Die hoef ik eigenlijk dat ding was wel leuk trouwens. Is toch beter dan deze? Oké, dan pakken we hem af. Toch beter dan deze? Oh mijn god. Deze hier neer en deze daar. Oké, dat is onze eerste kill. Dat is denk ik ook de enige guy die hier is gespawnd. Ik vind het zo apart om terug te kijken gewoon. Ik zie af en toe wel die reacties nog onder deze video, maar ik heb er nooit echt meer aandacht gebracht. Kijk, je kon dus niet meer door dingen bouwen. Dus nu zou je hier wel kunnen bouwen met die containers. Ik kan hier niet tegenaan zetten. Wacht, ik heb al een idee. We gaan hier naar beneden. Dan ga ik helemaal struggelen daar. Ik wil even wat meer actie. Oh, ik heb hier iemand gekillt. Doet hij daar? Oh god, oké, wacht. Ik loop weg. Ja, we zijn best wel sterk. Vrachtwagen. Oh my god. Is dat... Ja, ik ga ook gelijk achter een steen zitten, ook gewoon dekking dat te zoeken. Nice hit. Wat doet hij daar? Ik durfde toen niet te pushen. Hier is die noobtube voor. Kijk dit. De noobtube. Blaast gewoon een heleboel op. Waar gaan die kogels heen, Dylan? Oké, let één keer op. Zie je één keer die kogels van die rocket launcher? Dat waren nice hit. Wat doet hij daar? Hij springt op. Wacht, hier is die noobtube voor. Kijk, die gaat... Oké, deze kogel gaat nog raak, maar let op. Kijk dit. Oké. Okay. Blaast gewoon een heleboel op. Maar waar gaat die heen dan? Die gaan over hem. Wat? Die gaan helemaal hier naar achter. Ja weer een killetje. Die vindt dat gewoon geen schijf van kans. Hij jumpt opeens. Ik heb hier zoveel plezier ook in toen. Dat is het mooie, doel ook gewoon. Het plezier in de game. Grijze pump is er ook niet meer. Zo veranderd, jongen. Maar voor welk wapen? Neem die shotgun niet mee? Oké, we pakken gewoon de shotgun helaas voor de AK. Want die is helaas voor de AK. En de M16 op zich is ook Dat kan je toch niet serieus nemen, man. Twee kills is nice. Een beurs, grijze beurs zou ik met liefde omruilen voor een pump. Ik heb daar al een marker staan, dus ik heb er gewoon moeite mee. Omdat er... Ik ga ook niet healen, ik heb een medkit. 68 HP is niet bepaald heel erg chill om een potje nog proberen te winnen. Mensen te vinden. Zo. Ook gewoon om, ik ben zo veranderd in de game. Heel veel mensen zijn veranderd in de game sinds deze periode. Eigenlijk wil ik een sniper. Hoe de map eruit ziet. Je had daar. Die open vrachtwagen zit geen. Naast Rito nog die. De sniper is Factory. Dus die was toen nog heel. Laten we even naar boven gaan. Oh, ik knip in de video. Kijk, zie je, ik moest automatisch zelf switchen. Kijk, dit was. De bouw was echt kut op dat moment. Toen. Kapot gewoon. Volgens mij ga ik hier dood. Ik ken dit nog. Ik ga achter een steen. Ik bouw me niet in. Ik ga achter een steen staan. Wow, mijn aim. Ik bouw me niet in. Waarom bouw ik niet? Oh, shit, ouwe. Oh, ik ben door. Deze event was wel goed. Deze event was wel goed, zeg ik. Jij bent bouwd, Dylan. Oh, mijn god. Het was zo... Waarom maak ik hier niet een muurtje voor me en een trap en dan ga ik vanaf daar met een pump schieten? Dat zou ik nu doen, maar is goed, ik blijf gewoon staan shit, en ik... Oh shit, ouwe. Ik ben ik keer ook mijn rug naar hem toe terwijl hij nog op mijn schieten. Deze event was wel goed. Hij had ook nog armor, zeg maar. Dat is best wel sterk. Armor. Armor is echt nice in deze game. Hij heeft nog armor. Armor, oh my... Dat zijn de drie must-haves in deze game. We gaan natuurlijk twee potjes doen per aflevering. Dus tot zometeen. Fuck! Een kink. Zo, we zijn bij het tweede potje aangekomen. En deze keer gaan we naar wel. Oh shit, wacht even. Ja, kijk hier, die Factory man, die wilde iedereen trouwens weer terug. Dat was echt, je ging in Retail landen en je ging naar Factory toe. Dan had je Dusty naast je en dan ging je altijd hier fighten in die bossen. Ik mis het ding wel weer, man. Dus wij gaan gewoon hier landen. Het landen kan op zich nog wel sneller. Oké. Okay. Ja, ik was echt aan het... Ik was echt boos dat het zo lang duurde voor... Oh shit! Zit... Oké, dat is me nog nooit opgevallen, maar ik... Met een pickaxe deed ik 11 damage per hit. Okay. Oh my god, dit bedoel ik. Je komt altijd een man tegen in je huis. En ik zag hem niet eens landen. Dat is nog het erg, maar ik kon geen wapen vinden. Nou, we gaan nog een potje doen, omdat dit een heel kort potje was. Dus ja, doen we nog een game, ja. Tot zo. Dit is zo erg. Oh, weer zo een mensen, we zijn bij de derde potje aangekomen. Bij de derde potje. Road, dus we gaan er nu het al uit. Potje. Ik hoop dat dit een wat... We gaan nu heen, Rito. Oké. Landen. Het is ook veel groter. Kijk, je ziet hier een gozer. Kijk, die guy hier. Waar landt hij? Echt, iedereen, toen, niemand wist wat hij eigenlijk deed. Ik ben nu al beschoten. Ik wil niet nu al dood. Iedereen landde gewoon overal. Ik heb motion blur aanstaan, ik zie het gelijk. Ik heb een Magnum. Als je beweegt, dan is het zeg maar blurry. Dat hebben we nu niet meer. Dat gebruikt niemand eigenlijk op PC. Allemaal tegenkomen qua enemies. PS4 heb je het volgens mij nog wel. Ik wil even luisteren. Siri doet ze even niet. Nee, hoeft niet. Jij zijn mensen. We hebben alleen een Magnum, wat is dit dan weer voor ons? Die kleuren van wapens, het ziet er zo anders uit in die inventory bar ding. Ik denk dat dat wel slim is. Want hier kan iemand zitten. Oké, ik ga iemand pushen. Het is met een Magnum mee jongens, met een Magnum. God, het gaat toch nooit goed aflopen. Die deuren zitten nog dicht. Ik zie daar ook nog Ik hak ook gewoon niks. We gaan hier naar binnen. Oké, ik ga nu hakken. Nee, sla die muur eruit. Ik kijk heel even op links. Oh my god, het is zo... Oké, tag, groene tag. Toen was de tag nog heel sterk.
Nu zie je, ja, slapper geworden. Chill. Shotgun is ook nice om te hebben. Kijk of hier die gouden kist zit. Oh mijn god, het is zo apart. Het is nog steeds... Heel erg op mijn geluid. Het blijft gewoon je verbazen hoe de game moet nu spelen. Oh mijn god, wat? Dat bedoel ik. Ik hoorde hem niet, hè, omdat hij gebukt was. Oh, die blauwe SMG, man. Dat is super tof. Ik weet niet, maar ik mis hem niet echt, maar het is ook wel weer... Het was wel een leuk ding op zich. Wat het kan. Jongens, Dylan gaat pushen. Oh, enemy. Dat bedoel ik. Yo, die één gozer. Waarom die allemaal weer? Ik zei het je, er moet nog iemand zijn. Hij rent weg. Die één was echt slecht daar, man. Oké, nu ga ik die kerel pushen. Dit was het beginstukje. Deurtje open, word flink doodgeschoten hier. Pauw. Woo! Ik heb luck gehad daar. Holy shit. Wow, yo. Oké. Die kill was echt extreem nice. Oké, wanneer de kill echt extreem nice is. Terwijl je bijna doodgaat en ja, oké. Oké, jongens, nu ga ik snipen. Holy shit. Ja, die vent gaat door. Weet je, ik kan... Waarom kijk ik hier überhaupt naar? Oeh, dat was weer bijna. Je moet iets lager heen. Als hij door het water... Het is zo erg om dit terug te... Oké, deze gaat raak, dat weet ik nog. Ja, oké, we hebben... Ook gewoon geen headshot, dus gewoon... Vriend, je moet dan bouwen desnoods. Ik kan hem waarschijnlijk ook niet looten en... Oh my god. Arme gozer, want door de... Je moet dan bouwen desnoods. Kunnen we even een replay krijgen van de vorige game? Ik blijf gewoon staan in... Oh shit, oh. Ik keer ook mijn rug naar hem toe, terwijl hij nog om is schieten. Deze vent was wel goed. Oh my god. Met water lopen, dan ga je... Waarom zit ik andere mensen belachelijk te maken, terwijl ik het zelf eigenlijk ook gewoon helemaal geen kut van kan, gast. Oké, ik kan hier waarschijnlijk doorheen bouwen, dat zou nice zijn. Het is zo grappig, ouwe. Ik moet deze guy even looten. Wat heeft hij? Spring het water in. Oh, die Ede was nog zo... Het is niet waard om nu nog te gaan looten. Oh, oké, 6 seconden, oké. Dat is daar. Je had toen geen bouncers of van die... Nee, wel, je had wel die oude bouncers nog. Jongen, dit is toch... Zo. Ik kan niet, ik kan... Kijk, toen moest je zelf switchen. Zie je? Dat ging dus niet automatisch. Dat is wel... Wat best wel kut is. Een ding wat wel belangrijk is, dat verandert. Het is niet safe. Ja, man. Dit is wel een stress. Het duurt zo lang. Je zit de hele tijd rond te swissen. Dat is echt fucking moeilijk. Dat fucking irritant. Oké. We hebben het gehaald, jongens. Safe zone. Hey. Op zich ook niet zo heel veel health kwijtgeraakt. Oh god, iemand gaat hier. Daar loopt iemand. De kistjes, jongens, zijn dodelijk. Gaat hij healen? Stop, dankjewel. Oké, dat was zijn armor. Hij kan nergens heen nu. Hij kan nergens heen, nee. Gaat deze raak, jongens? Ja, in de poepert, hey. Oh jongens, we gaan snipen. Dit is ook echt zo'n poolie fight gewoon. Een andere plek zoeken. Ja, inderdaad. Dit is Dit is echt erg, jongens. Ik zweer het, waarom? Daar. Het is zo apart. Ik ben... Hoppa. Get neuk. 8 kills, oké, dat gaat nice. Plus 7, survive. 8 kills op zich voor toen is dat best wel wat, ouwe. Dat ik net deed bij deze guy, dat hij ook voelt... Dit is zo apart. Daar zie je een muur. Ik buk ook gewoon de hele tijd, gast. Oh, daar zie ik iemand. Oké, we moeten even rennen. Pak nog 2 guys over, bij. Jongens. Okay, ik heb die Scar, dus ik ga er te winnen, 100%. Want dat wist ik. Als je Scar hebt, dan ga je het doen. Daar. Ik sta zo lang. Ik had hem gehit, of niet? Hij kan mij sowieso zien. Niet. Season doet moeilijk voor... 10 damage en ik blijf er nog even een jaartje inlopen. Ik hoef niet eens hier... Ik verneuk... Kijk, ik weet dat ik af en toe nu nog veel hout verneuk, maar dit is wel... Ik bouw mijn weg er gewoon naartoe. Ja, dat zien we, ja. Bouw dan trouw... Ik kan... Jongens! Oh, maar... Het was een hit? Een rare hit, Marcus, joh. Wat de hel? Hoor dit toetsenbordje gaan, ouwe. Dat is mijn hele oude toetsenbord nog. Ja, en nu zijn de bouwmaterialetjes bijna op. Oh, oh god. Dat is niet te geloven, man. Nee, is inderdaad niet te geloven. Wat wij hier zien is echt... Moet van de kotsen, joh. Moet er bijna van huilen, man. Zo erg is het. Steen. Kijk, ik kan dat ding niet rood eten. Zie je? Ik snapte dat niet. Ik wist niet hoe dat moest. Zie je? Oh mijn god, wat erg. Dat is gewoon erg volgens mij, toen ook. Pauw! Hij is weak. Nee, oh, die killsteel, gast. Nee. Dat Scar geluidje was wel echt... 10 kills, kunnen we de 11 kills halen? Magnifiek gewoon. Dat geluid was echt dope. Ik ga eerst een banis gooien. Oké, hij gooit granaten. Ja, gooi ook granaten terug dan. Wat ben ik aan het doen? Hij is goed. Ik en ik zeg gelijk dat... Kijk, dat was het kutte aan het bouwen. Dat was wel... Inderdaad, daar kon ik niks aan doen. Dat was gewoon trash. Als dat nu er nog steeds in zou zijn. Dat je steeds moest switchen van soort bouwmateriaal. Oh, damn, jongens. Het is echt... Ging ik ook wel heel vaak dood, hè? In solo's. Alleen hij heeft een sniper. Ik kan dat ding zo vaak volpompen. Ik heb 3 nades. 3 nades kunnen heel erg fataal zijn voor de enemy. Waarom gebruik je dat niet? Ik moet een sniper kill maken. Ik voel dat onze enige kans is.
Ik sta zo open, jongens. Dit is heel erg. Hij kan me... Ik zie hem er ook niet meer. Waarom is... Die kerel is ook echt heel noob dat hij nu niet daar mee snijdt. Ik ben naar dat hutje toe, hij ook. Dus we zitten allebei niet safe. De endgame, jongens. Dus ik kan één muurtje neerzetten. Ik kan die boom gebruiken. Oh, hij zit hier al, hij zit hier al. Zo, dat kwam laat binnen. Wat de hel? Ik ga ook weer terug. Waar gaat die nades heen? Oh, dikke nummer. Hey. Ik heb nog één nade. Gooi nog één nade dan. Jongens, nou komt het. Nou komt het high muziek. Oh ja, lekker nade. Oh, die Holy shit. Hoe kan dit? Dat scheelde zo weinig. Ik was zo scheef op het einde. Maar we hebben gewonnen. Eerste plek met 11 fucking kills. Als dat geen duimpje omhoog waard is, jongen. Holy shit, dit is echt nou, zo... jongens. Hey, jullie hebben het gehoord. Deze video heeft ook al 2,1k likes. Fucking shit, jongens. Oké, ik ga even een reactie achterlaten onder mijn eigen video. Noob. Ik ben benieuwd hoeveel likes deze reactie kan krijgen door deze video, jongens. Video, ik heb even een linkje in de beschrijving gooien van deze video. Wil je zonder mijn commentaar zien, kan natuurlijk ook. En ja, dit is... Het is zo apart hoe je kan veranderen in een... Wat is het? Hoe lang is Fortnite? Een jaar uit? Nou, ik speelde het niet in een volledig jaar, volgens mij. Maar in ieder geval lang. Hoe het kan veranderen. Ook hoe de game is veranderd, maar ook... Ik als speler gewoon. Het is zo insane. En ook hier, ik weet niet hoeveel abonnees ik hier had. Maar dat was echt net 10k of zo. En we zitten nu al 50.000 daar overheen. Holy shit, jongen. Dat is echt insane, jongens. Dit is echt sowieso dikke love naar jullie. Want dat is echt... Holy shit, dat is gewoon sick. En jongens, ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Vrienden, zeker even een duimpje omhoog. Dat we super dope vinden. En ja, dit soort oude video's blijven gewoon leuk om terug te zien. Hey, wie weet over een jaar is voor de... Ik weet niet of dat nog steeds een groot succes gaat zijn. Gaan we weer terugkijken op deze video's die ik nu maak. En misschien ben ik dan wel weer knijtend goed of heel slecht geworden. Je weet het maar nooit. Dus ja, jongens, ik wil in ieder geval super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vrienden, zeker een duimpje omhoog. Wat ik net al zei, te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later. Bye.